Ik vind het heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben er echt heel blij mee. We zijn uitverkocht, want ik vind het fantastisch. Helemaal in dit mooie theater in Concordia. Het heeft al een hele geschiedenis, dus ik vind het geweldig. Het heeft eigenlijk een hele tijd geduurd dat we dit voor elkaar konden krijgen. We waren bezig met, al lang geleden, met 2 jaar geleden geloof ik, om deze show, of weet ik, de film naar Enschede te krijgen. Er zijn onderhandelingen geweest met de platenmaatschappij, dus het was allemaal echt heel spannend. We hebben het nu voor elkaar gekregen in Enschede, in Concordia, in dit mooie theater, wat eigenlijk al heel oud is. Het is van begin vorige eeuw is het. Het is eigenlijk, het heeft te maken met de textiel. En dat is nou wel zo bijzonder, want Enschede is namelijk verbonden met Memphis. De plek waar het Elvis ook is begonnen. Wil je iets hier tegen wat over zeggen? Wat moet ik erover zeggen? Ja, vertel maar. Nou ja, we hebben hier dus een jaar of drie het Memphis Festival gehad in Enschede. Dat heeft uiteindelijk alles te maken met gewoon de diehard fan van Elvis. En eigenlijk niks meer, niks minder. Dus en een chauvinist. En een chauvinist. En we hebben dus uiteindelijk de link tussen de textielstad Enschede en de katoenstad Memphis, eigenlijk in het Memphis Festival vertaald. En daar was zelfs natuurlijk, of in dit geval, dus kwam de eerder gasten. Dus ja, door het fan zijn van Elvis ontstaat er dan nog wel een historisch verhaal eigenlijk in dit geval. Tosso, want jij bent meer van deze tekst. Ja, we mochten voor Enschede naar Memphis gaan, daar kwam het eigenlijk op neer. En daar zie je diezelfde verlaten fabrieken als hier in Memphis, Clarksdale. Toch een arbeidersgemeenschap en natuurlijk die slavernij. Wij hebben hier toch witte slaven gehad. En de expositie die we toen hebben gemaakt voor in de grote kerk in Enschede, liet ook zien dat we een connectie hebben, Enschede en Memphis. Je ziet mensen aan het werk daar op de katoenvelden, je ziet mensen hier aan het werk in de fabrieken. En dan ga ik het allemaal licht op en denk ik, verdomme, dat is de tijd dat de slavernij is afgeschaft, dat is de tijd dat bij ons textiel begon. Nou ja, lang verhaal, ik ga niet te lang praten. Want volgens mij zou je mij vragen stellen, toch? Je hebt een fantastisch voorstel gekregen. En eigenlijk, ik weet niet dat goed kan. Wat was jouw inspiratie hiervan gemaakt? Ja, Elvis in 1970, in het kader van zijn muzikale carrière. En hij zag er ook nog eens geweldig uit, die suits. En ik dacht, wat heb ik eraan? Dus ik Elvis nu weer schilder. En ik dacht, ik wil dat hij me aankijkt. Met zijn mooie geile kop. Die hij heeft op dat moment. En dat is zoveel in, zoveel contact met hem. En dat heb ik gisteren vandaag gedaan. Naar aanleiding van die vraag om het te doen. Ja. Ja. En je hebt een schilderij gemaakt. En dat heeft ook te maken met destijds? Wel met de periode. Absoluut, en hij draagt een chain suit, dus maar het gaat er vooral om dat hij denkt dat hij heel sterk is op dat moment. Fantastisch. Wat ik nog wou zeggen, hoorden jullie eigenlijk dat de Remember to Forget. Dat was in 1955. En dat was eigenlijk Elvis op een moment dat hij eigenlijk nog niet wist wat hem eigenlijk allemaal op hem af zou komen. Hij was al lang blij dat hij een zanger was. En jullie zien straks een film waarvan hij dus gewoon op top of the world is. Is hij er al? De hele wereld die komt gewoon naar hem toe om hem in Las Vegas te zien. En wat jullie straks horen is gewoon het blij dat hij mag zingen in de Louisiana Hayride. En we hebben dus een schilderij gemaakt uit de periode van 1970. En zullen we hem onthullen? Zullen we dat samen doen? Ja. Hij zit erg veel verf op.
Dit laad is overigens uit de Memphis cartoon gebleven. In Enschede door de firma van hier. Maar ze komen naar voren. Zuiver, er zit veel verf. Dan kunnen jullie dus tijdens het filmen nog even naar kijken. Ik heb Robin Klarendee meegenomen. En Robin Klarendee is natuurlijk de specialist die weet alles van Elvis af. Want ik denk zo naar van de kamer filmen. Wij draaien vanavond Destroyers. Ik geef even het woord. Wat is er bijzonder aan deze film? Nou, wat ik zo bijzonder vind aan Destroyers is dat Elvis eigenlijk zich voor het eerst maakt ook geeft aan hoe die is, wat die is als zanger. Maar ik wil eigenlijk teruggaan naar de film Clemmy, want waar is het eigenlijk allemaal mee begonnen? Elvis had zo'n hekel aan die films maken, dat hij met Clemmy kwam iets van 50 kilo aan. Hij zag er heel slecht uit, vassig, heel grauwe huid. Hij kocht net de Circle G-Race. Hij had heel veel zin om die film te gaan maken. Dus hij zei, Colin Parker, weet je, jullie kijken maar, ik stop ermee. Colin Parker dacht van ja, we moeten toch wat voor hem doen, dus misschien wel de Six Day Comic Special. Dat zou een soort kerstspecial worden. Nou, Steve Dingen die show zou produceren, zijn meteen al tegen Elvis. Als je dat doet, dan is het een doodsteek. En het is zelfs zo dat Elvis in de Burger Studios met Steve binnen buiten staat. En er komen twee hele leuke meiden komen binnen en die zeggen van hey, meneer, mag ik u wat vragen? Komen hier wel eens bekende artiesten binnen? En dat vragen ze dus aan Elvis. En zo was Elvis de reputatie, was down the drain. Want op dat ogenblik had je natuurlijk de Beatles, de Stones, Bob Dylan, de Doors, noem maar op. Dus Elvis die werd op een gegeven moment zo boos, hij kwam apart en ik wil gewoon weer laten zien wat ik kan. Nou ja, na de 6e Comic Special had de International Hotel had een heel veel interesse om Elvis als eerste te gaan boeken. Dus de International Hotel gingen ze bouwen, maar Elvis had zoiets. Ik denk dat het niet zo goed is als ik de eerste maand daar ga staan. Maar het wel schrijven wat doen, want dan gaan er allerlei foutjes die er zijn, die komen aan het licht. Zo geschieden. Maar Elvis die moest nog twee films maken. En MGM dacht van, hoe mooi zou het wel niet zijn als we een conceptfilm maken. En dat was Elvis, That's the Way It Is. Geregisseerd door Dennis Saunders, die een fantastische, nou ja, John eigenlijk aan het weet. Het enige wat ik jammer vond, is dat er allemaal van die fans aan het woord waren die ja, maar niet een snapje hadden, om het maar zo te zeggen. De ene had het over de kat, die ook een Elvis-fan was. En de ander die zat met een bril en met vier tanden. Dus ik moet vertellen hoe geweldig hij Elvis wel vond. Gelukkig was dat in 2001 herhaald hebben. En een hele nieuwe stream gemaakt. Want hij had het opgenomen op 24 sporen. Dus ze konden eigenlijk alles, konden ze de geweldige sound, konden ze weer naar voren halen. Dus ik nodig jullie eigenlijk uit. Ja, voor Elvis Presley is de laatste versie. En hoe geweldig is het dat de man vandaag 42 jaar geleden overleden is. Dat we hier met z'n allen zitten om hem toch te eren. En ja, hij blijft voor mij zeg maar de grote held. En ik denk voor de familie ook. Dus ik vraag jullie aandacht voor Elvis Presley is. Thank you.
this thing.